Welkom, lieve Kreeft. Ik hoop dat alles goed en wel met je gaat, dat je gezond mag zijn en gelukkig. Vandaag jouw reading voor de eerste 2 weken van juli alweer. The Gilded Tarot, we hebben hier de Archetypes Deck. Even deze twee ook nog weghalen. Nog even laten staan van de vorige reading, neem me niet kwalijk. Eens kijken, hopelijk allemaal positieve berichten voor jullie. Ik wil jullie bedanken allereerst voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal. Maar ook natuurlijk de vele liefdevolle berichten die ik altijd mag ontvangen. Het abonneren, het doneren. En natuurlijk alle privé reading aanvragen en de verlengingen. Dan gaan we eens eventjes wat mooie kaarten trekken voor jullie. Dat is één. En dat is 2. Dus even kijken, we hebben hier de Village. Het dorp. En we hebben hier de Forest. Het woud. Ik zal ze even laten zien. Eigenlijk beide een beetje donker en vervolgens wat kleur. Even goed op invoelen wat ik hiermee doorkrijg. Je ziet ergens als een berg tegenop, maar je blijft in cirkeltjes lopen. En uiteindelijk is het genoeg. En dan ga je toch die berg beklimmen, want je wil naar jouw nieuwe toekomst, naar je nieuwe horizon kijken hier achter die berg. Dus je ziet er nu nog tegenop om die berg te gaan beklimmen. Maar je weet ook dat je op deze situatie nu, dat je geen steek verder komt. Dus je gaat uiteindelijk, ga je, ondanks dat je er als een berg tegenop ziet, ga je toch voor een nieuwe toekomst kiezen. Voor een andere route. Want hier kom je gewoon niet verder. Verspilde energie. Misschien ben je ook in zekere zin een beetje bang voor het onbekende, het donkere. Onbekende wat in de toekomst ligt, maar uiteindelijk ga jij je weg daarin vinden, zegt Spirit. Dus wees niet bang. Wat is de gezamenlijke energie tussen jou en jouw persoon? De Hierophant op zijn kop. Ja, jullie zitten alle twee te denken over een echtscheiding. Een scheiding in deze connectie. Dat zegt denk ik wel genoeg. Wat is de energie van de kreeft? Energie van de kreeft. En wat is de energie van de tegenpartij? Duidelijk. Ja, jullie voelen eigenlijk als het ware beide dat er een einde zit aan te komen. En zit al te bedenken en te filosoferen wat er achter die berg is. Hoe die nieuwe toekomst voor jou eruit gaat zien. Je weet ook dat je dan kunt gaan helen en dat dan wensen uitkomen omdat, ja. Slechter dan dit zal er nu niet zijn. Je ziet er als een berg tegenop om dit te gaan communiceren.
Maar je weet ook dat het het beste is om uit deze toxische cyclus te raken. En uiteindelijk zal je hier gelukkiger uitkomen. De andere kant, je ziet een investering in jou. Maar ze zijn toch bang dat ze die investering kwijtraken. Keer op keer teleurstelling, keer op keer pijn. Ze zien ook dat deze connectie helemaal nergens toe leidt. De langzaamste kaart in het hele tarotdeck, de Ridder van Munten. Oordeel, binnenkort weten ze laat of vroeg dat er een einde komt aan deze connectie met de doodkaart. Ja, heldere taal. Ik heb eigenlijk niks aan toe te voegen. Ik ga voor jullie nog even kijken naar de adviezen. Die zit hierin. Ga voor je dromen. Dat is de spin, hè? Dus je kan je eigen web bouwen zoals je die zelf wilt voor de toekomst. De waarheid is een groot mysterie. Ja, dat is een beetje die angst die ik ook voelde voor het onbekende wat je tegemoet gaat. Zoals hier in het woud, hè? Het donkere daarvan. Neem de leiding. Neem de leiding over je eigen leven. Maak schoon schip. Kaart 28, maak 10. Is ook een transformatiekaart, beëindiging. En laat Spirit jou leiden. Dus volg de aanwijzingen. Kaart 5, verandering. Verandering ten goede. En ze zullen jou helpen om je weg te kunnen vinden in dat nieuwe avontuur. Onzekere tijden die aankomen. Dus je hoeft het niet alleen te doen, die leiding nemen. Ze zullen jou ondersteunen. Ja, heldere taal. Komt er binnenkort nog een andere liefde op het pad van de kreeft? Kijk eens wat er op jou te wachten staat. Een nieuwe liefde, aantrekkingskracht. Dat staat voor jou in de toekomst je te wachten. In plaats van leugens. Iemand waar je niet op kunt bouwen. Een bodeloze put. Een connectie waarbij je alle twee verloren bent en het op gaat geven. En wanneer? Dus een indicatie, want iedereen heeft natuurlijk zijn en haar tijd nodig voor te helen. Het is de Ridder van Zwaarden. Dat is 1. Dat staat voor mij krijg ik heel helder door over een maand. Over 1 maand. Dus als de scheiding daar is en je bent gaan helen. Een maand later kom jij die persoon al tegen. Dus het gaat eigenlijk vrij vlot. Je zal ook snel helen omdat je hier al heel lang naartoe hebt geleefd. Dus je weet gewoon dat die breuk eraan zit te komen. Je bent in principe mentaal, ben je al zover. Het gaat nu eigenlijk meer om de paparazzen. Die je nog moet gaan regelen. En een verhuizing. En een huis te koop zetten. Gezamenlijke bankrekeningen. Alimentatie. Noem maar op. Al die zaken. Die praktische zaken. Die nog aangekeken moeten worden. Misschien ander werk zoeken. Andere omgeving. Ik zou zeggen. Heel veel sterkte mee. Ga ervoor. Die liefde die komt er vanzelf aan.
Dus die geluk, die ga je zeker weer krijgen. Je komt in ieder geval lekker uit je visueuze cirkel. Als je zegt van, goh, ik wil precies weten hoe en wat, dan kan je altijd een privé-reading aanvragen. Naast de titel heb je een driehoekje. Als je daarop klikt, dan zie je mijn linkje naar mijn website voor mijn contactformulier of anders direct via de mail. Dat staat er ook onder. Dank je wel voor het kijken. Heel veel liefde en licht. Namaste.